goed nieuws voor hockeyclub Alecto. Zij wilden een garantstelling voor zo'n 1,5 ton van de gemeente hebben voor een opblaashal bij een van de sportvelden. Die gaat er komen, hè? Ja, die gaat er komen. Normaal is het zo dat het college dat zelf kan beslissen. Maar de hoogte van het bedrag maakte het nodig om de raad te informeren en ook te vragen of het oké was. En de raad was unaniem oké. Voor de duidelijkheid, ze gaan die hal zelf betalen, die opblaashal. Ja. Alleen, mocht er iets misgaan, staat de gemeente voor de helft van het bedrag garant. Ja, ze hebben een lening van ruim 3 ton. En de gemeente staat voor de helft van dat bedrag garant. Dat was een eis van de banken om die lening te kunnen afsluiten. Zijn er verder nog kosten aan verbonden voor de gemeente? Voor de gemeente waren er nog wat ambtelijke kosten verbonden. Maar die besteden we met groot genoegen aan een van onze prachtige sportverenigingen.